Ja, hoe is het begonnen eigenlijk? Almelo is een stad die al jarenlang heel veel zelfstandige ondernemers in de binnenstad heeft. En dat bepaalt ook een beetje de sfeer. En toen ik een jaar geleden met de wethouder Ten Zeldam door de stad heen liep en we hadden het over de leegstand. Toen zei ze ook van, we moeten niet rekenen dat er direct veel grote bedrijven komen. We moeten ons gaan focussen op de kleine zelfstandige ondernemer. En dat heeft me aan het denken gezet. En ja, dan kom ik ook een beetje op Amsterdam terecht. De stad met de 9 straatjes, waar heel veel zelfstandige ondernemers zitten. Leuke winkels, creatieve ondernemers. Ja, en eigenlijk heeft Almelo daar al een hele leuke basis voor, die we moeten uitbreiden. Nou, daar moeten we zien dat we zelfstandige, creatieve winkels krijgen met een duurzaam karakter. Leuke delicatessenwinkels, kledingzaakjes, boutiquejes, noem alles maar op. Om die stad eigenlijk een beetje het imago te geven van de 9 straatjes wat Amsterdam ook heeft. Van alle kanten krijg ik heel veel sympathiebetuigingen voor dit idee. Dat heeft er ook toe geleid dat de provincie een stadscheck gaat schenken van 2500 euro om dit idee verder uit te werken. Daar zijn we ook lekker mee bezig. We hebben nu ook een stichting in het leven geroepen. En wij gaan ons ervoor inzetten om die zelfstandige ondernemer naar Almelo toe te halen. De binnenstad, de bouwactiviteiten die plaatsvinden, zijn zo'n beetje klaar in de zomer van 2019. En het zou mooi zijn dat we tegen die tijd ook de winkels gevuld krijgen. En dat we eigenlijk in de zomer van 2019 dat hele proces voor die nieuwe binnenstad gerealiseerd hebben. We zijn hier in Grote Stad Noord, dat is het gebied met eigenlijk de meeste leegstand. Maar ook het gebied waar we juist zeg maar, het boutiquekwartier willen organiseren. Allemaal leuke kleine winkels. Het leukste voorbeeld hier is hierachter. Je ziet dat hier nou een brillenzaak geopend is. Heel creatief gedaan qua inventaris en zo. Ook een voorbeeld hoe wij straks die winkels ingericht willen hebben. En je ziet dat dit soort ondernemers toch op dit moment willen investeren in Almelo op dit soort plekken. En dat moet ook de drijfveer zijn om anderen om hier naartoe te komen.